Hoi, mijn naam is Janneke, ik ben wandervlogger bij Visit Zuid-Limburg en vandaag ga ik door de wijnranken struinen, want ik ben in Veilen. Ik loop de wijnroute, de Route des Vins Veilen-Holtzaat van 11,4 kilometer en daarbij kom ik langs twee prachtige wijndomeinen. De eerste is wijndomein Sint-Martinus, dat is de grootste van België en Nederland, en die andere dat is domein Holtzaat. Zij maken mousserende wijnen en dat gisten ze in hun eigen wijnmakerij. Dus ik ga gewoon eens even een kijkje nemen en vooral ook genieten van de prachtige natuur en de uitkijkers. Zuid-Limburg brengt natuurlijk al eeuwenlang uitstekende wijnen voort. Kijk, want Vaals was gelegen aan de oorsprong van de Romeinse heierbaan van Aken naar Maastricht. En die Romeinen en die monniken die dachten in die middeleeuwen al dat Zuid-Limburg dat is ideaal voor wijnbouw. Maar zoals wij de wijndomeinen nu kennen, in en rondom Vaals, is dat eigenlijk pas sinds de jaren 80. Het oudste wijnhuis hier in deze regio is, waar ik nu ben, wijndomein Sint-Martinus. Hans Beurskens is dit ooit begonnen voor de hobby. In Vaals had hij een kleine wijngaard en op een gegeven moment ging dat groeien en verhuisde hij naar Rot. Dat is het buurtschap hier in Veilen, om een hele grote tuin aan te leggen met wel meer dan 40 rode druivenrassen. Inmiddels heeft zijn zoon Stan het overgenomen en is het grootste wijndomein geworden van Nederland en België. Cheers! Hier zie je dus aan dat de wijnen allemaal fermenteren. Dus de suikers worden omgezet in alcohol. En de stof die daarbij vrijkomt, zeg maar, die wordt dan via dit waterslot weggewerkt. Ik zei het al in de intro, bij domein Holtzaat staan ze bekend om de mousserende wijnen. En ze doen het allemaal zelf van A tot Z. 25.000 flessen per jaar. Op 6,5 hectare, maar in de komende 3 jaar willen ze dat gaan uitbreiden naar om en nabij 13 hectare. Dus dat worden flink wat wijntjes. Hoe kan het eigenlijk dat die Limburgse bodem zo ideaal is voor wijn? Ik hoor het je denken en het antwoord is het klimaat. De vele heuvels natuurlijk in Zuid-Limburg. De mergel in de grond en de ambacht van de wijnboer. Ja, je hebt natuurlijk een beetje liefde nodig om die goede wijnen te maken. Het is dan ook niet voor niets dat onze wijnboeren heel veel internationale prijzen winnen met hun wijnen. Als je het leuk vindt, dan kun je ook die wijndomeinen gaan bekijken. Je kunt soms een rondleiding boeken. Eind september en in oktober zijn vaak plukdagen. Dan kun je vrijwillig mee plukken, want dan zijn de druiven het best om geplukt te worden voor de wijn. En deze folder moet je hebben voor meer weetjes over de route. Die krijg je bij de Visit Zuid-Limburg shops en bij de wijndomeinen. En anders volg je gewoon lekker de paaltjes met de druifjes erop. Ik heb geparkeerd in Veilen bij de Pastorijweg. Maar eigenlijk kan je overal langs de route wel redelijk gratis staan, volgens mij. Veel wandelplezier!